Nou, ik weet niet of je het kon zien, maar daar op de achtergrond, daar ligt Reuros. Daar gaan we nou naartoe. Dat is dus een mijningstadje, 333 jaar mijnactiviteit, kopermijnen. De eerste boerderij, daar komt ook de naam vandaan, was in 1530. Ongelooflijk. Ah, dit is wel gaaf. Hier heb ik net al met de motor ook even gedraaid. Want dit is dus het oude mijnmuseum. Ah, dit is wel cool, jongens. Hier. Geen wonder dat het een UNESCO erfgoed is. Sinds 1980 geloof ik dat ik net op het internet even had opgezocht. Maar we zullen eens even door het dorpje lopen. Het bestaat helemaal uit houten huisjes. En het heeft een aantal oorlogen overleefd. Het is een keer helemaal tot de grond afgebrand. Nou, hier heb je een goed overview van de mijn daar beneden. Hier een beetje de huisjes in het dorpje. Cool. En muisstil. Wat opvalt is, het is tweede Pinksterdag en ze hebben gewoon alles dichtgegooid. Geen enkel terrasje, nergens koffie te krijgen, alles dicht, museum dicht. Ondanks dat er veel toerisme onderweg is hier naartoe. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Kijk hier. En hier breng je wel een soort rust door terug, zeg maar, doordat het dicht is en niet overspoeld wordt met commercie en massa's, busladingen die hier op de terrasjes gaan zitten. Hou je het een beetje intact, zeg maar. Ik denk dat het in de zomer wel anders is trouwens, want ja, smelthitte, dat is dus ja, waar ze het koper deden, smelten waarschijnlijk. Kijken of we die kant ook nog uit kunnen. Ah, beamscales. Dit was een weegschaal. Ah, hier zie je een beetje hoe ze die dakpannen, die shingles maken, zeg maar. Dus met zo'n penverbinding er doorheen. Dit is weer een andere manier. En hier zag ik leisteen. Oh nee, dat is geen leisteen. Dus het is hout. Hier is leisteen. Dit is de slag area. Dus dit is nog steeds, zeg maar, ja, het afval van de mijnen. Hier moet je zien hier. Ah, super vet. Ik ben blij dat ik die detour heb gemaakt in de TED.
Want je zou het ook kunnen overslaan. En dan mis je dit dus. Nou, ik wil dus eerst niet omhoog lopen, maar hier moet je dit zien. Achter mij. Een heel straatje met nog meer van die oude huisjes. Cool. Nou, in Nederland zouden ze dit dus allemaal hebben afgezet. Hier staat alleen een heel klein bordje. Uitkijken. Het kan rollen en instorten. Die hoop waar je op staat. Die bergen waar je op loopt, dat is... Ik dacht eerst, het zijn stenen, maar het is echt de slek. Dus van het smeltproces van de kopermijnen. Ja, als je dus 330 jaar koper hebt gewonnen hier. Nou, dan krijg je vanzelf van die bergen natuurlijk. Kijk hier om. Geweldig. Dit is hoe ze vroeger dus de mijnwerkers leefden. Een hard beroep. Hebben wij het maar makkelijk. Vergeet het er bijna bij te zeggen, maar die huisjes zijn nog bewoond. Hè? Dus dat is ook een van de redenen waarom het een werelderfgoed is. In Nederland hebben we ook zoiets, hoe heet dat ook alweer, daarboven. In Twente is dat ook... Hij komt niet op de naam. Misschien iemand in de comments. Dat was Reuros. We hebben een kopje koffie gedronken bij het tankstation. Nou, net buiten de stad vervolg ik weer op de TED. Dit is een stukje onverhard. We gaan nu richting Trondheim. Dus naar het noorden. We zitten nu een klein stukje noordelijk van Reuros. En het is echt prachtig. Prachtig hier. Alleen achter mij niet. Achter mij is het één dikke stofwolk. Heerlijk. En dan daar zie je een beetje van die tundra gebieden. Dit is ook waar die rendieren, dus de Sami vroeger, dat is de oorspronkelijke bewoners van Scandinavië. Die zaten hier veel, of zitten hier nog steeds eigenlijk met de rendieren. Die trekken van noord naar zuid in de winter. Even kijken, want hier komt volgens mij eigenlijk het einde en dan gaan we gewoon het asfalt weer op. Ja, weer een fantastisch wildroostertje. Nou ja, dit slingert nog even door. En in Trondheim ga ik bekijken van moet ik verder noordelijk, ga ik naar de kust. Je hebt zoveel nog niet gezien. De meters hoge sneeuw, de fjorden nog niet, het Telemark in het zuiden nog niet. Maar ik ben van plan om dat ook allemaal even te filmen. Het gaat vrij steil omlaag, waarschijnlijk zie je dat niet op video. Weer een andere brute waterval of rivier. Het is eigenlijk niet eens een waterval, hè? Cool. Nu kijken wat je hier hebt. Bam. Zo, dan moet je met je sub vanaf. En ik blijf het herhalen. Ga van de gebaande paden af en dan kom je op dit soort plekken. Deze route blijft me verbazen, zeg maar. Ik ben wel vaker aan deze kant zo omhoog gereden. Maar niet via dit paadje. Dit is volgens mij de
drolvol vegen. Drol, maar dan met een streepje eraan. Daardoor. Drulvol vegen. Zoiets. En het is een vrij brede weg. Af en toe wordt hij wat smaller. De 30 is het volgens mij, ja. De 30 van Reurels naar richting Steuren. Richting Trondheim. Het lijkt een beetje alsof je op de route Napoleon rijdt. In Frankrijk. Dan volg je de Verdon. De Gorge. En dan heb je een beetje hetzelfde idee. Alleen dit gaat er wat ruiger aan toe. Het is handig om je ruit omlaag te zetten als je offroad rijdt. Of een klein ruitje erop te hebben. Want anders sla je met je kin een keer op dat ruitje. Dat wil je niet. Nou, ik hoop dat dit goed komt. Tegelikkertje. mooi paadje. Ongepland paadje. De Navi gaf het aan. Ik zeg mooie plek voor lunch. Nou, weer een goede plek. Jammer dat het midden op de dag is, anders zou ik hier wel kunnen wild kamperen, denk ik. Hier, kijk. Houtvoorraad erbij. Nou, dan maken we er maar lunch van. Ook goed. Een super handige feature van die DJI microfoon is trouwens, ik kan hem hier aan en uitzetten, de camera. Dus dat scheelt een hoop werk. Er zijn slechtere plekken om lunch te hebben. Wat een geweld. Notenmix. Altijd een gezonde tussendoor. En voldoende water drinken, want je bent iedere keer kletsnat van het staan op die motor rijden. Ongemerkt vliegen de liters eruit. Prachtige plek. Nou, op naar de volgende. Vanuit Reurels ben ik 300 kilometer naar het westen gereden. Ik had natuurlijk geen plan en ik kreeg ineens zin in de zee en de fjorden. En ik heb een beetje een loop in mijn hoofd bedacht en toen dacht ik van ik rij gewoon even naar het westen toe. En zo ben ik 300 kilometer opgeschoven, wel een best wel een aardige rit. En hier is ergens een campingje, daar ben ik aan het zoeken, aan het fjord. Ja, ik denk dat het hier is. Yes. Prachtige plek aan een fjord. Nog even wat eten maken. Tent is al opgebouwd en nou... Straks ga ik even een flinke wandeling maken naar een top hier 300 meter omhoog. En dan heb je een mooi uitzicht.
de zeelucht en de fjord hier, dat is echt even totaal iets anders dan 300 kilometer terug richting de bergen. Het is nu 8 uur 's avonds. Daar zijn ze aan het vissen. Nou, dat was me wel een dagje vandaag. Die plek waar ik lunch had, dat was ook een mooie. Maar ja, dan zit je daar midden op de dag. Dan kom je eigenlijk, dan moet je eigenlijk zo tegen de avonduur aankomen. Dan kun je daar mooi overnachten. Maar ik heb hem opgeslagen, dus misschien op de terugweg of bij een volgende keer.